Opname. Zo, speak up, Harry. Goed, dus morgens is deze morgen. Ik kijk of ik Harry host kan maken. Co-host dan. En dan kunnen we even de video laten zien ook. Even kijken, allowed to talk. Nou, ik ga Harry in ieder geval naar panelist promoten. En dan gaan we deze doen, host me. Zal ik ook de chat aanzetten voor de deelnemers? To everyone, to everyone. Hartstikke mooi. Goedemorgen, iedereen. Ja, goedemorgen iedereen. Het is nog net ochtend, hè? Ja. Ja, 2 voor 12, zullen we goedemorgen. Zie je zeggen. het goed? Ben jij gemillimeterd of niet? Huh? Ben je naar de kapper geweest, geknipt en geschoren of niet? Nou, nee, niet echt. Nee. Het is allemaal stress, zullen we zeggen. Mijn haar allemaal weg. Ja, heel goed. Ik zie dat er een handjes lucht in gaan. Ook van Henk Smit, die wil ook graag aanschuiven, denk ik. Henk, Marnik, Maurice, Peter, Ronald, Roland. En nou, welkom in ieder geval. We gaan nog een paar minuutjes gaan we wachten en dan kunnen we zo aan de bak. En ik weet niet of jij misschien het scherm kunt testen of dat werkt met schermdeling. En dan kan ik dat zelf ook even doen, Kijk, natuurlijk. zal ik proberen? Scherm Ja. delen. Is goed, ja. Oké, scherm delen. En dan moet ik Maxim. Maar dan heb ik de verkeerde Maxim, denk ik. Verkeerde mixen. Ja. Ja, dit is de algemene Maxim, hè? Dus dan moet Ja, ik. klopt. Oh, ja, dit is algemeen, dus op zich goed. Moet ik de. Even kijken hoor. Even kijken of er nog andere vragen zijn. Zal ik even in de chat kijken of er andere vragen zijn Want via wat mijn. zie jij nu in het hoofdscherm van mij? Of zie jij Ja, nu de. ik zie nou Ja. het algemene scherm inderdaad. Ja, dus het is niet goed. Dan moet ik toch weer terug. Oh, deze allemaal weer weghalen. Ja, we zien al tapjes inderdaad. Ja, zie je nu tapjes? Ja, we zien tapjes met aandelen. De watchlist heb ik hier. Oké, nou dan gooi ik daar even een andere in. Even kijken Dan hoor. moet je nog even kijken naar stop share en dan new share volgens mij. Even kijken. Nu zien we een grafiekje. Oh, dat is Adyen. ook een Adyen. Oh, nee, dat is verkeerde. Even kijken. Scherm delen is gestopt. Ja, klopt. Oké. Kijk, Goedemorgen, Heineken. goedemiddag. Ja, voor mij is het middag inmiddels. En Peter is ook Kijk. aanwezig, hartstikke mooi. Delen. Nou, ik pak hem nu niet meer. Dubbelklikken, je moet een aantal keren aantikken volgens mij. Nee, ik pak hem niet. Nou, als je share screen doet, dan kun je een schermpje aantikken, toch? Als je Ja, maar show het is all verkeerde. windows, volgens mij. Als je share screen doet, show all windows, dan komt die namelijk, dan heb je alle. En dan kun je met al tappen, verschillende tapjes. Ja. Ik heb alleen 2 programma's open. Dus dat maakt het even lastig. Want als je gewoon alle schermen gewoon aanzet, bij share screen, dan heb je alle mogelijkheden namelijk. Deze. Oh, wacht, hier, Heineken. Groet uit Zulte, Zulte-Waregem. Even kijken, is dit Heineken? Ja, nu zien we. Ja, nu al aan het bier, Harry. Ja, we zien nu de optiematrix. Ja, nee, dat is altijd mijn deel, hè? De Maar je bent toch een optiegebruik. notoire anti-Heineken, of niet? Of ben je gewoon. Ja, altijd. We noemen het premium short, hè, in Heineken. Ja, schuimkraag eraf, hè? Want ik vind Heineken gewoon bocht. De 0,0, hè?
Ja. Ja, wat dat betreft hebben Belgen het beter voor elkaar. Ze hebben lekkere bier. Speciaal bieren. Maar hoe is het op Cyprus? Ben je niet gewekt gisterochtend? Ja, om 3 uur 's nachts een aardbeving, inderdaad. Ja, heb jij iets van gemerkt? Nee, bij mij kunnen ze gewoon een kanon afschieten. Ik merk toch niks. Dus nou, we gaan even kijken of we wat voor Maxim vragen hebben. En dan pak ik die even op. In ieder geval, van harte welkom iedereen bij deze speciale Maxim sessie. En dan zien we in ieder geval als volgt. Ik ga even van boven naar beneden. Een nieuwe vraag is van Martin de Jong. Ik weet niet of Martin aanwezig is. Kan je opties meer dan je margin bij Maxim verliezen? Nou, als je opties handelt en je koopt opties, hè, dan heb je geen margin. Dan kun je alleen je maximale premie wat je inlegt verliezen. En als je opties schrijft zonder dekking, ja, dan heb je een bepaalde margin. En je hoeft niet bang te zijn dat je heel veel geld gaat verliezen. Nou, je kunt natuurlijk wel geld verliezen, maar omdat er een margin wordt aangehouden automatisch bij Maxim of bij een andere broker, dan word je automatisch geliquideerd. Dan krijg je een margin call namelijk. Dan laat je het al heel ver komen, hoor, moet ik zeggen. Ja, nee, dat klopt. Dat moet je niet laten lopen. En wat ook belangrijk is... altijd waarschuwen om tussentijds, want die margin, dat weten ook mensen niet, die margin is niet eenmalig. Hè? Dus die margin wordt iedere dag berekend. Dus als de positie zeg maar tegen je ingaat, hè, dan gaat die margin juist hoger worden. Dus die margin is niet hetzelfde. Die varieert eigenlijk per uur, kun je zeggen. En dat hangt een beetje vanaf bij welke broker. Wat dat betreft is Maxim, en terecht, is daar streng in. Strenger misschien dan banken. Want banken die leven nog een beetje in... laten we zeggen de 90's. Die hebben alles niet zo goed op orde. Dus en daar is waarschijnlijk ook uw betaalrekening. Dus ja, als het fout gaat, dan kunnen ze u zeg maar compenseren op uw betaalrekening. En bij een echte broker, wat Maxim is. Ja, Maxim onderdeel dan van Interactive Brokers. Die is beursgenoteerd. Dat is echt... de grootste broker ter wereld. En die zijn streng. Dus er zijn geen uitzonderingen mogelijk. Niet dat ze denken van... maar het zit even tegen. Nee, als er iets tegen zit... dan wordt u daar gelijk... ja, op aansprakelijk gesteld. Dan dus nemen zij... de positie over. En dan kunnen ze ook besluiten... die positie dus te sluiten. En dat is dan over het algemeen... met verlies... En dan kunt u niet zeggen, ja, dat wil ik niet. Nee, dan had u bijtijds moeten bijstorten. En dus u kunt dag en nacht ook die margin gewoon volgen. Dus het is niet iets wat u, zit even tegen. Nee, die smoesjes, dat werkt niet bij een goede broker. Dus hou daar rekening mee. Ja, het lijkt vaak met zeilen. U kunt scherp aan de wind zeilen. Ja, doet u dat te scherp, dan kunt u een nat pak halen, zo gezegd. En dan valt alles in het water. Dus laat het niet zo ver komen. En dat is met margin dus, wat Jan Robert al terecht zei, als je opties schrijft. Dus je verkoopt opties die je niet in positie hebt. Voor mensen die nieuw zijn opties, die snappen dat waarschijnlijk niet. En dat snap ik dan wel weer. Dat ze niet snappen. Dat is, je verkoopt iets wat je niet in bezit hebt. Om het voor een hoge prijs te verkopen. En natuurlijk met het idee om het later goedkoper terug te kopen. Maar ja, als de zaak net andersom gaat. En je verkoopt iets voor 2 en even later staat er 10. Dat kan gebeuren met opties. Ja, dan betekent dat je 8 verliest. Nou, maar 100 is dat €800. En dus betekent ook dat je margin toeneemt. En als je dan niet voldoende margin hebt, dan kan de broker besluiten. En dat is niet alleen dat kan, dat zullen ze doen. Om
die positie te sluiten. Dat kan ook een andere positie zijn. Dat bepalen zij. Dus laat het daarom nooit zover komen. Als u beseft dat het tegen u ingaat, neem bij tijds maatregelen. En natuurlijk, het kan in Murphy's Law, kan een hele hoop. Dat kan ook overnight gaan. Dat u iets om 6:01 verkoopt op €2. Volgende dag om 9:01 opent de optiebeurs weer en er staat er opeens 10. Ja, dan heeft u nog een paar minuten, niet langer. Een paar minuten heeft u dan om iets te doen aan die positie. En ja, voor mensen die nieuw zijn met opties, zou ik daar heel zeker van zijn of u daar ook voor geschikt bent. Of u tegen die spanning kunt en ook bij tijds en snel dus maatregelen wilt en kan nemen. Want het kan niet zo zijn dat u zegt, ja, ik was aan het werk. En om 6:30 keek ik en toen hadden ze opeens mijn positie even eruit gegooid. Ja, daar was ik het niet mee eens. Nee, daar heeft u niets over te zeggen. Even voor de duidelijkheid. Dus leuker kan ik het niet maken, helaas. Nee, en ook een margin is ook goed om te weten dat het niet statisch is. Hè? Die verandert ook. Ja, dus hoe meer het tegen u ingaat, stel u... verkoopt een call en u denkt, nou, de koers gaat niet hoger, de koers gaat flink hoger. Ja, dan kan het gebeuren wat ik net zei. U verkoopt iets op 2, en later staat er 10. Dat betekent €8, oftewel €800 verlies. Als u dat geld niet heeft, ja, dan heeft u een probleem. Kan anderzijds ook een andere kant zijn. U schrijft een put, dan kan het net zo hard gaan. En daar geldt precies hetzelfde voor. En natuurlijk is dat heel vervelend. En de kans dat het gebeurt is misschien niet zo groot. Maar als het gebeurt, moet u er wel zeker van zijn dat helaas voor u die positie kan worden afgebouwd. Ja, nou dankjewel. Ik zag een beetje een... Een andere vraag met betrekking tot Maxim, dat is handelen Amerikaanse SEFs, closed-end funds, die we mogen weten meer. Volgens mij was er ook een sessie bij dividendkoning Fred Hendricks, dat de beleggingsfondsen een soort prospectus moeten hebben in het Nederlands. En volgens mij hebben de Amerikanen dat niet. En als het gewoon in Engels is, ja, dan mag het niet worden aangeboden in Europa. Dus... wil je iets meer over weten, schrijf Fred Hendricks erover aan. Ja. Nou, voor mij is het dat klopt wel. Niet dat klopt, dat is dankzij onze vrienden van de AFM. Kijk, Amerikanen, heel simpel. De meeste Amerikanen weten niet eens waar dat Nederland ligt. Nee. Kopenhagen is de hoofdstad van Nederland. Zeggen ze. Nou, even, maar zo moet je het bekijken. En dus al die beleggingsfondsen, moet je je voorstellen, die moeten een nieuw prospectus maken van 200 bladzijden. Dus ook allemaal juristen toestanden. Dus die hebben daar helemaal geen zin in voor misschien die 1 of 2 klanten. Dus die hebben gewoon gezegd, bekijk het dan maar. Dan doen we dat niet. Nou, dat is hun eigen keuze. En natuurlijk is dat heel vervelend als u die positie had. En opeens wordt die niet meer ondersteund door de broker. Dus dat ligt niet aan de broker. Verre van, dit is gewoon AFM. Ja, ik heb altijd een mooie afkorting voor de AFM. Always me. Dus, en dat geldt dan voor u ook. Dus waarom ze dat doen is gewoon pest. Is gewoon pestgedrag, vind ik. Want juridisch is het een heel vergezocht argument. Maar goed, zij hebben de macht. En ze gebruiken en misbruiken de macht. Ja, want waarom zou Engels niet voldoende zijn? Ja, in Nederland, 99% van de mensen spreekt gewoon Engels. En dat is, Robin en ik, wij kennen elkaar van de optiebeurs. Nou, dat was in Amsterdam. En wat was de voertaal? Was Engels. Ja, Amsterdam is Engels. 2 woorden kent, buy and sold. Dan kon je heus wel opereren. Dus
Ja, ja klopt. Ja, je kunt niet meer middelen. Ja, het, nee, de AFM interesseert helemaal niks hoor, in individuele beleggers. Dus ja, ik ben helemaal met je eens. Maar ja, je hebt ermee te dealen, helaas. En ja, of wat je kunt doen, is een verhuizen naar Amerika. Maar ja, dat vind ik wel een drastische stap. Dus dat ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Even kijken, nou, voor wat ja, natuurlijk zal er wel Europees, maar de AFM doet er natuurlijk gewoon aan mee. Dus ja, goed. Oké, nou dat is dan die. Dat laat ik dan even voor de volgende keer voor Fred Hendricks weer. Nou, wij zijn geen juristen, dus wij weten dit niet tot in detail, want wij handelen ook geen dividendfondsen. Voor de duidelijkheid. Dus maar één dividendking, dat is Fred, zo gezegd al. Dus die zal dit ongetwijfeld tot in detail weten. Wij weten alleen dat die regel dus, nou, dat is volgens mij al meer dan 2 jaar geleden hoor. Dus dat is niet recent dat veranderd is. Nou, dan zie ik ook een klantenportaal van Steven Kams, 11 dagen geleden. Hij is begonnen aan 6 weken training van Harm. Oké, prima. En wat je belangrijk moet doen is dat je dus, ja, hij wil dan ook een TWS installeren. Kijk, dat zijn praktische dingen. Neem gewoon contact op met Maxim, want je hebt ook een eigen accountmanager, meen ik. En dus dat is prima. Iemand heeft nog een trainer navigator vraag op Maxim gezet. Nou, dat is niet van toepassing. Contact nemen met Motion. Even kijken hoor. Ja, voor de rest. Vertoorde over Maxim platform. Ja, dat bij Maxim zelf, Marnik. Dus ik vind ook dat een broker, als zij dus niet voldoende informatie verstrekken over een eigen platform, dan moet je gewoon bij hun op de klantenservice maar belasten. Want dan moeten ze maar een zaak op orde hebben. Dus Marnik, bel gewoon even naar. En ik weet wel dat er een bepaalde portal is, meen ik. Moeten ze hun jouw toegang geven. Even kijken hoor. Watchlist, idem dito. Ook bij Maxim vragen. En even kijken. W8 formulieren. We zijn geen juristen. Moet je bij hun zijn. Ja, voor de rest allemaal maanden geleden. Die we ook al behandeld hebben. Dus dan gaan we nu even naar de huidige stand van zaken, zeg maar, bij jullie. Dus als jullie nog vragen hebben, concreet. Ja, ik zie één vraag van Henk, die is meer optie gerelateerd. Henk Smit, ja. Oké, okay, bijvoorbeeld PRX 17, FEB 23. Wij, even kijken hoor. Call een minuut. Dus hij heeft de aandelen, de wil een call schrijven, bovenstaande koers. Ja, wat nou, is de C is de call in ieder geval. De D is de delta, denk ik. Ja, dus wat moet een keuze zijn? Ja, dat hangt vanaf. En misschien kan je dat. Kun je een tapje maken van PRX? Het is geen advies, maar gewoon even kijken wat je, hoe je dat kunt interpreteren. Ik, eerlijk gezegd volg ik zelf de Nederlandse aandelen niet. Want daar is de Europa desk, meen ik. Dus. Dan kun je afvragen of PRX Nederlands is, maar goed. Of PRX, Proces. Een andere discussie. Ja, Proces, ja. Even kijken, dus het was het 76 call. Even kijken, die doet iets van 75 cent. En dit ja, is kijk, februari. Ja, februari. Ja, dus die loopt over ruim anderhalve week af. Het is altijd de derde vrijdag. Dat is zeg maar de maandoptie. He, dus in dit geval 17 februari. Dan loopt die optie af. Dus dat is op zich goed. Als je de aandelen eronder hebt, kun je altijd een call schrijven. En dat gaat dan ook niet ten nadeel. Dus heb je geen margin voor nodig, waar ik het net over had. Dus dan ben je gedekt. He, dus moet je wel op 100 aandelen één optie doen, niet 10 opties bijvoorbeeld, en dan is er geen dekking natuurlijk. Dus altijd betrekking op één optie op 100 aandelen. Dus als je 100 aandelen hebt, in het verleden misschien gekocht, misschien op 43, wat we, nou, ik denk 4 maanden geleden stonden. Nu staat er 73 en een beetje.
En dan als je zegt, nou, ik wil op 76 wil ik eigenlijk wel die aandelen eventueel kwijtraken. Ja, dan kun je een call 76 schrijven. En dus, laten we zeggen, voor het gemak, op 75 cent. Dat betekent eigenlijk dat je ze niet op 76 rond verkoopt. Ja, boven de 76 raak je ze kwijt. Maar je hebt eigenlijk ook nog 75 cent aan premie voor ontvangen. Dus eigenlijk is je verkoopprijs dan 76,75. Hè? En ja, is dat goed, is dat fout? Dat hangt helemaal van je visie af. Bij iedere optie geldt als voornaamste dat je visie ten aanzien van de koers op expiratie, dat die leidend is. En dus dat is het allerbelangrijkste. Dat als jouw visie is dat er aandeel naar 80 gaat, ja, dan zou ik een andere call adviseren. Bijvoorbeeld de 80 call. Ja, dan krijg je iets van 20 cent voor. Dus als jij zegt van, ik wil op 76 aandelen wel kwijt, ja, is dat de ideale manier om er een call op te schrijven. Ja, heb je twee mogelijkheden. De koers komt boven de 76, dan raak je automatisch 99,9% zeker raak je die aandelen kwijt. Ja, volgende week vrijdagavond wordt dat verwerkt en dan zie je maandag daarop volgend in je sheet opeens van, hé, hey, ik mis 100 aandelen. Ja, je mist ook die geschreven call. En ja, die vallen dan mooi tegen elkaar weg. En dan ben je dus verlost van die aandelen, kun je zeggen. Hè? Dus dan loopt het volgens plan. Nou, mocht het zo zijn dat er volgende week vrijdag bijvoorbeeld 70 euro staat, dus de koers niet gestegen, maar gedaald, ja, dan had je beter een andere call kunnen schrijven. Maar de 70 call, ja, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Dus het allerbelangrijkste is, wat is je visie op de koers van volgende week vrijdag? Nou, als dat 76 is, dan is het heel verstandig om de 76 call te schrijven. En ja, die delta, dat is eigenlijk met hoeveel die optie meeloopt als de koers nu een euro stijgt. Nou, en kun je voorstellen dat 76, ja, dat is nog een eindje weg. Dus die loopt dan voor minder dan 50% loopt die koers dus mee. En dat is dan de delta. He, dus het kan best zijn dus dat die delta hier nu 28 is. Dat betekent eigenlijk dat die voor 28 cent meeloopt. Schaal van 73 naar 74. Dan heb je kans. Cetera Sparibus moet je erbij zeggen. Andere omstandigheden niet meegerekend. Dat de koers dan 28 cent gaat stijgen voor die optie. En ja, natuurlijk het aandeel stijgt dan 1 hele euro. Dus ja, wat je keuze moet zijn, ja, het is helemaal afhankelijk van jouw visie op het aandeel. Maar ja, als ik die aandelen had, zou ik er zeker nu een call op schrijven. Koers is redelijk hoog. Ik wil niet zeggen dat die nog hoger kan. Maar Corné van Zijl bijvoorbeeld, die gaat 1 keer peilen in de maand. Welk volgens de beleggingsanalisten welke fondsen je moet hebben en niet. Nou, daar kwam dat de meeste professionals, Prosis toch als één fonds zagen wat wel eens minder zou kunnen doen dan de rest. Dus dat vooropgesteld. Sorry, ik ben even niet. Vreemde vogelgriep, Harry. Ja, ik leuk. Heb in ieder geval ook een webnetchat. Voor mij kan iedereen dat lezen van Christophe. Dus dankjewel voor je toevoeging. Vraag van Stefan. Die zegt, is straks even performen gebruiksvriendelijker dan maximum opties te traden? Nou, ze hebben veel minder mogelijkheden. Dus ik ga niet over straks oordelen. Maar voor mij, we hebben brokeronderzoek gedaan. Kwamen ze gewoon als een van de slechtste uit de beurs. Dus ik zou gewoon maximum gewoon aanhouden. Dus dat is bij deze. Ja, ik wil nog bijzeggen, ook als je veel opties handelt. Saxo heeft andere kosten, dat ten eerste. Ze schijnen nu wel dat veranderd te hebben. Vroeger kon je namelijk
wat je bij Maxim hebt, je kunt als spread kun je een order inleggen. Dus je koopt dan bijvoorbeeld, zeg maar zeggen, de 73 call en je schrijft de 76 call. En in plaats van twee verschillende orders kun je dat in één order zetten, dat je dus gelijk weet waar je aan toe bent. En niet dat je kans hebt dat die ene kant wel gaat, maar die andere kant niet. Want het logisch is natuurlijk dat de koers verandert. Ja, dan wordt die ene optie aantrekkelijk, maar die andere optie niet. Dan moet je de prijs weer aanpassen. Ja, en dat zul je zien. Murphy's Law, dat ook. Ja, dan loop je achter de markt aan. En dan wordt die affaire al een stuk minder interessant. Nou, als je dan bij Maxim dat, kun je dus in één keer kun je de hele trade doen die je wilt. Dus de combinatieorder kun je in één trade laten uitvoeren. Nou, bij Saxo is dat volgens mij nog steeds niet mogelijk. Dus daarom zijn ze een stuk minder gebruiksvriendelijk dan Maxo. Even kijken hoor. Even kijken. Oh, dat is een heel pistool, Christophe. Ja, brokeronderzoek, ja, wat ideaal gedaan. Dus daar is Maxim vorig jaar ook bovenaan gekomen. Maxim, dus brokeronderzoek voor België als voor Nederland, kwamen ze goed uit. Ja, en ze zijn vergelijkbaar met Links. Alleen het grootste verschil met Links is dat de zeker aandelen, dat Links maar drie keer zo duur is met minimumkosten qua aandelen. En voor de rest zijn de functionaliteit hetzelfde. En de Maxim komt dan beter uit de bus dan de andere brokers ook. Ja, ja, en bij Maxim heb je dan de keuze dat je eigen account manager kunt krijgen. Ja. Dus dat je één aanspreekpunt hebt. En natuurlijk, ja, die zijn ook wel ziek of zwak of misselijk. Maar dan is dat wel toch wat klantvriendelijker, denk ik. Jan Willem inderdaad, die zegt volgens mij bij Saxo voor sinds vorige zomer wel weer een commie-order kunnen doen, is na de overname van Bink wel even een zooi geweest. Ja, klopt. Ze hebben wat boetes gekregen inderdaad, ja, dat klopt. Ja. Dus hartstikke mooi. Dus, zijn er nog meer vragen? Ja, de vraag hebben we, wie van jullie, ik sling eens over een poll in, over de handelsproducten waar iedereen in handelt. Dus als je even een vraag stelt aan Harry ook, dan kan Harry die even oppakken ook. En dan kan ik even een poll erin zetten. Het is een peiling, niet peiling, dus dat is deze in. Niet peilen, inderdaad. Nou, kijk, ik kan nog. Ja, maar intussen kan ik misschien nog iets over die optiepagina zeggen. Je kunt dus voor ieder fonds alle optiekoersen kun je daarin verwerken. Nou, ik vind het heel makkelijk om de tapjes te doen. Die kun je dus zo van een ene maand naar een andere maand. En dat doe je hier met tapped view. Je kunt ook een list view doen. Ja, dan krijg je een heel ander beeld. Die allemaal moet je naar beneden scrollen. Nou, dat vind ik niet handig. Maar ja, er zijn altijd mensen die een andere visie hebben. En dan, oh, nu loopt die vast. Dat is niet de bedoeling. Even kijken. Nou, is hij weer terug, gelukkig. En ja, put calls en alle strikes, die kun je dan ook doen. Je kunt ook een selectie maken. Maar ik vind het leuk om alle opties te zien. En ook een mogelijkheid is dan om, wat ik net al zei, met strategy builder, om dan daar een combinatie te maken. En dus op zijde, bijvoorbeeld de 73 tegenover de 76. Nou, dan klik je bijvoorbeeld, je wil de 70 wil je kopen en de 73 wil je schrijven. En zo zie je hier een buy en een sell. En dan rekent hij automatisch uit het verschil. En zo kun je hier tussenin kun je dan kijken van, oh, dit is eigenlijk de markt 1,79 om 2,10. Nou, ga ik in het midden zitten, 1,92 of 1,95 is nu inmiddels, koers verandert ook.
En zo kun je daar een beetje mee spelen, zeg maar. Dat je zegt, nou, ik probeer eerst op 1,92, want hier is een debit, dus je betaalt daarvoor. Want hier wil je dus de 70 call kopen en de 73 call schrijven. Dat is dus een bull spread. Nou, dat kun je hier ook zien. Zie je gelijk al een soort payoff. Dus de koers gaat stijgen, dan moet hij eerst nog wat verder stijgen. En dan ga je geld verdienen. Nou, dat valt op zich hier nog wel mee. Stel je betaalt 1,92 voor het idee. Waar moet de koers dan naartoe? Die moet dan naar ongeveer 72 toe en dan verdien je geld. Hey, wil je zeggen, dat is mooi. Want de koers is al boven de 73. Nou, dan ga je makkelijk geld verdienen. Ja, maar je investeert dan wel even ongeveer 2/3 van de maximale spread. De maximale spread is het verschil. 73 en 70 is 3. Dat is maximaal wat een spread waard kan worden. Niet meer, maar wel minder. Als de koers naar de 70 gaat, ja, is die helaas 0 min 0 is 0 waard. Dus dan ben je investering kwijt. Nou, dat kan natuurlijk gebeuren als je het verkeerd hebt gezien en Heineken naar de 70.00 gaat, dan ben je al je investering kwijt. Dus dan is 1,92 te veel geld. Dan heb je 192 plus kosten betaald en die kan dan naar 0 gaan. Dus zo'n spread, ja, moet je van tevoren weten wanneer ga je geld verdienen. Nou, geld verdienen als de koers boven de 72 blijft. Gaat de koers daaronder, dan verlies je. En gaat de koers onder de 70, dan ben je je gehele investering ben je kwijt. En dat is natuurlijk jammer. Dus zover weet je wel je maximale verlies. Dat is je investering. Dus niet wat we net zeiden, dat je margin nodig hebt. Bij zo'n spread, een bull spread, heb je geen margin nodig. Maar je hebt wel investering, dus van, laten we zeggen, zo'n 195 euro. Ik hoop dat dat duidelijk is. Nou, iemand is te laat. Nou, je bent nooit te laat, alles wordt opgenomen. En die kun je, als het goed is, vanaf morgen wel terugvinden. En dan kun je hem nog een keer beluisteren. Ja, op de agenda, op de board staat dat bij de agenda. Harm, die slinger die later erop. Ik heb even een poll erin geknald. En er zijn 19 respondenten geweest. Harry, dit is wel interessant. En ik zal even de results sharen. 19 deelnemers hebben een antwoord gegeven. 17 van de 19 handelen in aandelen. Dus bijna 90%. Mm-hmm. En opties 40% afgerond. Dus iets minder is een werk aan de winkel voor ons. En, nou ja, het is wel mooi. Kijk, wij redeneren vanuit opties. De meeste mensen redeneren vanuit aandelen. Mijn eerste trade was ooit een optietrade. En dan ben ik denk ik in de minderheid. Dus ja, de meeste mensen beginnen in aandelen. Maar het belangrijkste is ook, als je in opties handelt, dat je ze goed gaat gebruiken. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, oké. Hebben we nog een vraag of ik alleen op 0 of 5 cent opties kan schrijven? Nee, dat hangt ervan af of een optie, volgens mij uit mijn hoofd, even kijken hoor. Ja, vroeger was dat 50 cent. Maar dat is nu per fonds verschillend ook. Volgens mij. Of je op centen kunt handelen of op stuivers. Dat is denk ik de ja, vraag. Ik denk als het een hoog fonds is, dan heb je dus per 5. En als je dus een heel laag stel KPN en noem maar wat, dan zou je bijvoorbeeld wel op een cent kunnen handelen. Dus dat heeft niks met status te maken. Of je nee, dat heeft niks met status te maken. Ik ben ook gewoon particulier hoor. Ik ben geen professional meer. Die tijd ligt ver achter me. En ik kan je wel zeggen, je kunt beter ook bij Maxim geen professional zijn. Want dan moet je echt, ook weer voor de AFM waarschijnlijk, weer een doopcel lichten. En je betaalt ook nog eens meer. De hoofdprijs, dus ja. Je betaalt de hoofdprijs. En je moet ook alles inleveren. Dus ik zou dat altijd afraden. Ja.
Oh, Christophe zegt dankjewel Harry. En hij zegt ook, hij doet vooral AX-opties. Bij AX is het wel geloof ik per stuiver boven de 50 cent uit mijn hoofd. Maar ik handel heel weinig AX-opties. Hebben indexopties. Ja. Ja, nou moet ik zeggen. Kan ik wel één weer. misschien als toevoeging. Het kan ook een voordeel zijn, zoals bij de AX, dat je boven de 50 cent alleen maar per stuivers kunt handelen. Want het gebeurt mij dus wel dat ik ook op stuivers kan handelen alleen. En dan blijkt dat de professie wel op centen kan handelen. En dat is heel irritant, want dan lig ik op 80 cent vooraan. En dan wordt er op 81 cent gehandeld. En daar kan ik niet op handelen. Dus dan moet ik 85 cent betalen. Ja, mensen die mij kennen weten dat 1 cent wil ik nog wel extra betalen. Maar 5 cent, dat is een wereld van verschil. Dus dat is ook dat is ook geen level playing field. Dan stel dat je vooraan ligt op 85 en iemand wil dan te laten om te verkopen en iemand een particulier wil kopen. Ja, die gaat op 84 zitten. Ja, dan doe jij niks, terwijl dat je wel vooraan ligt. Ja, dus nou, en wat ook voorkomt, dat de markt bijvoorbeeld 75,90 is, hè, en dan ga ik op 80 liggen. Dat op dezelfde seconde dat ik op 80 ga liggen, dan komen er 301 te liggen. Dan lig ik één lotje en iemand anders 300. Nou, die andere 300, dat is een market maker. En dan is maar net de vraag van, ligt hij vooraan of lig ik vooraan? En dan zul je zeggen, ja, de seconde dat ik tik, dan moet jij vooraan liggen. Nou, ik kan u vertellen dat het meestal andersom is. Dus dat zijn weer de, laat ik zeggen, de trucken dankzij de AFM, dat het ook weer voor de particuliere belegger moeilijk wordt gemaakt. En Euronext weet dat en die zouden er wat aan doen. Maar ik moet zeggen, ik heb er iedere dag problemen mee. Christophe die heeft een praktische vraag. Ik zal vandaag Maxim even bellen om te vragen of ik toegang kan hebben tot de US real-time data gezien het grote aantal transacties. Die ik per maand doe. Ik denk dat u Europese data betaalt, is correct. Enig idee hoeveel per maand, dank je. Dat is heel simpel. In principe betaal je altijd voor real-time data. In Europa heb je bijvoorbeeld door de AIX of Eurex gewoon de basis. Kun je gewoon nemen voor een paar euro per maand. Als je gewoon particulier bent. In Amerika werkt het zo. Dat heb je natuurlijk ook basispakketten. En je moet voor bijvoorbeeld opties bepaald pakket nemen. Real-time data van aandelen. Ik zou het altijd aanraden, want je kunt beter real-time data hebben dan geen data of vertraagd. En daar betaal je ook een paar euro per of paar dollar per maand voor. Met dien verstande dat je ook een soort waiver hebt. Dus als je meer dan $10 of $30 per maand draait aan transactiekosten, dan worden bepaalde kosten weggewaved, zeg maar. Dan worden weggewuifd. En dan hoef je die niet te betalen. Afhankelijk van welke markt je handelt. Wat ik wel zou doen, Christophe, is pak level 2. Kijk, level 1, sorry, level 1 data. Dus bied- en laadkoersen. En level 2 is diepte van het boek. Die diepte van het boek heb je weinig aan, naar mijn idee. En daar betaal je ook veel te veel voor. Dus als jij. Ja, dat heb je als particulier niet nodig. Nee, dus level 1. Level 1 heb je, zou ik zeker aanraden. En wat Robert ook zei, is ja, als je een paar trades per maand doet, kan dat echt wel uit. Hè? Dus dat verdien je dan heel eenvoudig terug. In Europa voor Euronext is het inderdaad anders. Is ook aan te raden, want anders ja, ben je een beetje in het duister. Dan weet je eigenlijk echt de prijs niet. En kijk, bij aandelen, die kun je gewoon overal wel krijgen. Dat is niet zo'n probleem. Bijvoorbeeld IEX levert gewoon real-time informatie. FD bijvoorbeeld, zulke dingen. Dan kun je echt wel real-time informatie krijgen voor aandelen. Maar juist voor opties wil je, tenminste hoe ik handel, wil je recente informatie. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar ja. Als jij 2 keer 10 cent te veel betaalt voor de 2 opties, is het al €40.
Dus bij opening 20 en bij closing 20 euro, ja, dan betaalt zich dat heel snel uit. En volgens mij kost het per maand iets van 15 euro, geloof ik, voor Europa. Dat valt op zich nog wel mee. En daarin kun je dus ook keuzes maken. Dus het is goed om Maxim dan even te bellen. Misschien dat ook per 1 januari veranderd is. Dan kun je ook per maand aan- en uitzetten. Dus je zit er niet voor een jaar aan vast. Mocht je opeens je handelswijze opeens totaal gaan wijzigen. Nou, dan zet je dat weer uit. En dus dat kun je... vraag me niet hoe je dat moet doen. Dat moet je in het administratieve systeem doen. Weet ik wel, maar bij Maxim kunnen ze je daar eenvoudig bij helpen. Even kijken of er andere vragen zijn. Maar schroom niet om Maxim even te bellen dan. En dan kunnen zij precies zeggen van kijk, dit vinkje moet je aanzetten. En dan staan ook gewoon de kosten bij. Dus en die wordt dan 1 keer per maand. Dan wordt die automatisch van je account gehaald. Ja, en dus sowieso een schat aan informatie. Dat zei ook iemand al. Als je naar het accountmanagement gaat, ga daar dus gewoon eens doorheen scrollen. Er zijn heel wat rapporten ook. Die alle trades kun je natuurlijk allemaal terughalen. Schat aan informatie. Zondagmiddag, regenachtige zondagmiddag, dan zou ik zeggen, ga er eens een uurtje aan besteden. Nou, Robert, geef je een gratis optie weg. Gratis optie is altijd goed, hè? Nee, als je nog wat meer diepte wilt hebben dan dieptekennis, dan kun je dat doen door middel van gratis optie trade van de week. Er zitten ook de valkuilen en tips over weights, maar in ieder geval wat aanbevelingen hoe je het beste of ze kunt handelen. En we hebben ook portefeuilles en ook educatie erbij. Dus dat is ook een pakket. Dus maar in ieder geval wil je meer weten, vergeet hem even een mailtje te sturen. En dus dan is dat ook een mogelijkheid. En vanavond hebben wij voor onze coaches deelnemers hebben wij vanavond ook. Nee, morgen is het woensdag. Morgen, hè? Ja. Morgen. Hebben we dus een update van 8 uur. Ja, een aantal strategieën laten de revue passeren. En we hebben ook 1 keer per maand dan een soort update van een soort coaching, zeg maar. Dus hartstikke mooi. Even kijken hoor. Als er nog vragen zijn, ik weet niet of er... Tom die vraagt. Tom, ik wil nog premie binnenhalen. 8 keer. 8 keer zou ik sowieso niet doen. Delta 3. Delta 4, goede optiekeuze. Ja, ik ben geen fan van om heel groot in AX te handelen. Hou er altijd rekening mee. Tuurlijk, de kans is uitermate klein dat we nog in de tussentijd naar de 96 gaan of naar de 700 gaan. Bij de AX kan het natuurlijk altijd... We kunnen altijd wel een voorbeeld bedenken. Ik heb 9-11 op de beursvloer gestaan. Toen viel in Nederland nog wel mee. Maar je kunt je voorstellen dat er zoiets kan gebeuren. Dan kun je dat ook heel moeilijk uithandelen. Dus als je het doet, de AX, ook een ander nadeel is dat de premie misschien op zich wel reëel is. Die je ontvangt voor... in je gevoel de weinige risico's die er zijn. Dat de margin daar heel hoog is. Dus dan zit je zo boven de 8000 euro. Hè, voor 1 put optie. Dus dan zou je ook weer kunnen zeggen. Moet ik daar nog weer een ander putje onder kopen? Als dekking. Ja, dan betaal je daar ook weer heel veel voor. Dus dat is niet echt mijn stijl. Ja, maar... ook, als je de 700 put voor februari bij 55 cent ontvang je. En bij 96 ontvang je bijvoorbeeld 40 cent als je geluk hebt. Terechte opmerking van Christophe zie ik net. Dat de AX
gemiddeld minder beweegt dan een individueel fonds. Dus minder volatiel is. Ja, dat is absoluut waar. Maar als er echt een event is, als een oorlog of noem maar iets, dan daalt de hele beurs en dan gaat de AX net zo hard mee naar beneden. Dat hebben wij toen met corona ook, volgens mij was het toen maart, ja, bijna 3 jaar geleden, hebben we het toen ook gezien, dat het dat alles kon zakken. En natuurlijk, dat is heel exceptioneel, maar het kan wel gebeuren. En daar is nou ook die premie op geënt. Van vergelijk maar eens verschil. Stel we naar 7,50, kijk maar eens naar de 6,50 put en de 8,50 call. Dan zul je zien dat die 6,50 put veel duurder is dan die 8,50 call. En dat heeft er niks mee te maken dat die beurshandelaren denken dat het naar 6,50 gaat. Nee, dit is puur uit de statistiek dat, ja, dit is de ervaring, zullen we maar zeggen, dat een index veel makkelijker 100 punten daalt dankzij event dan 100 punten stijgt dankzij een event. Dus kijk, de marge voor AX, short sales volgens mij maximaal 6000. Nou, oké, dan volgen we mee. Ja, ja, ik, hier, die, de markt, zeg maar 18 cent in die 6,50 put. En de 8,40 call is 6 cent later. Of eigenlijk 3 cent later, 2 cent. Want het is gewoon no bid of zo wat. En de 8,50 call doet, is er geen eens. Nee, dan moet je 2 maanden verder nemen of zo. Dan kun je het misschien beter zien. Maar kijk maar eens, het idee dus is dat een put altijd duurder is. Tenminste in de AX. En bij de meeste aandelenfondsen ook wel. Dus ja, inderdaad, een omgekeerde crash heb ik in mijn leven nog nooit gezien. Short squeeze. Thomas, even dankjewel voor je mening. Absoluut, ja. Ja, maar doe vooral wat je denkt dat goed is. Natuurlijk, ik geef geen mening over dat de AX 100 punten daalt of zo, hè, morgen. Dat heb ik niet gezegd. Natuurlijk, die kans is altijd aanwezig, maar daar krijg je ook die premie voor. Hè. Dus altijd risico versus rendement. Dus geen advies. Nou, AX opties zijn niet veiliger dan individuele aandelen. Het is een ander risicoprofiel. Ja, want kijk, sommige mensen denken dat het veiliger is, want het is een index. En natuurlijk, meestal is het zo, als er 25 fondsen zijn, dan zijn er misschien ook wel 3 fondsen die gaan stijgen. En dan 5 fondsen die gelijk blijven. En dan de rest, andere 17 fondsen die dalen, dan valt dat nog wel mee. En dat is dan minder dan de grootste dalen. Ja, tuurlijk, dat is zo. Maar nogmaals, als alles zakt en hard zakt, dan zakt ook de AX hard. Ja, alleen, de kans is niet zo groot. Ja, en als je dan geschreven put hebt op de, ook al is het 6,50 of zo, hè, voor een paar maanden, en de markt die daalt hard, ja, dan gaat die premie, die giert er gewoon in. En dan ben je Ik heb ooit een anekdote, ik heb ooit meegemaakt, dat was heel wat jaren geleden, had je de 680 put nog in guldens. Toen stond de AX boven de 1000, mind you. Dus dat weten mensen ook niet, maar AX heeft boven de 1000 gedaan, maar toen nog wel in guldens. Nou, toen kwam er de euro en toen werd die 680 put, die werd uit mijn hoofd, moet ik nog even rekenen, iets van 320 of zo. En die 320 put, laten we even zeggen, was natuurlijk een breuk erin. Maar mijn rekenvaardigheden is een stuk minder geworden dan 20 jaar geleden, zullen we maar zeggen. Toen was ik bij de 1% de beste, hebben we een test gedaan. Maar nu niet meer. En dus laten we zeggen 320. Nou, de AX is toen nooit laag geweest, geloof ik, dan 460 of zo. Dus verder af. Maar die 320 put, die zat, geloof ik, iedereen in de AX die daar handelde, die zat die put short. Nou, dan ging echt die 5000, die 3000, die 8000. Nou, een maatje van mij handelde toen AX. En die zat hem ook, geloof ik, meer dan 3000 keer tekort. En nou kun je voorstellen dat als daar premie in schiet,
En dat is ook gebeurd, terwijl die dus nooit at-the-money status bereikte. Dus wat ik zeg, de koers was nog meer dan 30% vanaf. Maar die liep dan nog 2 jaar bijvoorbeeld. Ja, dat was echt, die ging geloof 10 keer over de kop, die put. Dus, en als je hem dan 3000 keer tekort hebt, ja, toen, hij zegt, ik slaap nog goed, maar de clearing sliep niet meer goed. Die dus die optierechten moet garanderen, zeg maar, die de afwikkeling doet. Ja, die hadden slapeloze nachten. Ja. Oké. Okay. Nou, even kijken of er nog andere vragen zijn. Dan kunnen we zo afronden, denk ik, Harry. Want ja, er zijn leuke borrelpraten trouwens ook, hè? Voor de... Maar wel waar gebeurt. Wel waar gebeurt. Ja, dit is waar gebeurd. Maar heel wat jaar geleden. Precies. Nou, ik heb in ieder geval nog een link erin geslingerd voor jullie nog. Kunnen jullie van gratis aanmelden voor het opstreed van de week. Dus doe dat gerust via de link. En ja, heb je nog informatie nodig, dan feel free om ons te contacteren. Dat kan via info@optieacademie.nl. Moeilijke vragen die komen automatisch bij Harry terecht. En... nou, wil je nog een call inplannen, dan is dat ook mogelijk. Dat is via deze link. En dan doen we over een maandje weer een Maxim webinar. En, ja. Wat we weer doen? Nou, het is ook maar een team voor Engie. Dus, ja, precies. Lunchtijd, hè? Oh, wat vragen gesteld. Nou, Christian zegt heel erg super bedankt, Harry, voor een jaar voor die advies en kennis delen. Ja, graag gedaan. Ook voor de link zegt Hans, dus top. Tri gaat top. Ja, Tri optie gaat top, Harry. Nou, absoluut. Concreet voorbeeld. Volgende keer, Henk. Want dat is een cliffhanger voor de volgende keer. Dus, ja, Tri optie, dat is mijn optieportefeuille. En sommige zijn klant. En volgende... Ja, zijn het jaar weer goed begonnen. Dus ga voor 1-2% per maand. En dat is vorig jaar goed gelukt. En... zeggen dat de markt af en toe niet logisch is en opties zijn af en toe ook niet logisch, maar meestal na verloop van tijd zit er toch wel een bepaalde logica in. En ik probeer dan, dat is bij de sport natuurlijk, goed te timen en kleine weddenschappen op te zetten met een hoge kans van natuurlijk dat ze goed aflopen. En ja, dan heb je ook niet heel veel weddenschap per maand nodig. En ik zorg ook altijd voor dat het onafhankelijk is van de beurs. Dus ik ga niet nu op Prozis zeggen van hij gaat van 73 naar 75 en ik koop een 70 of 73 call spread. Bijvoorbeeld, dat is niet echt mijn stijl. Maar ik kan bijvoorbeeld wel zeggen, ik denk dat hij niet boven de 100 komt. Nou, daar krijg je voor pro's niet zoveel geld voor. Maar voor andere fondsen, die kunnen opeens 25% stijgen volgens sommige mensen in een paar weken tijd. Nou, daar wil ik graag dan ook tegen ingaan. SJ stelt nog een vraag, kun je toegang krijgen tot basis van Optie Academy? Ja, nou, kijk eens op de site en kun je dus voor de nieuwsbrief aanmelden. Of inderdaad voor een optieabonnement. Ja, oké. Okay. Is goed. Nou, de link staat nog geen klassikale sessies meer, hè? Dat, online. Sinds corona is dat een beetje passé. Yeah. Is goed, top. Hey, dankjewel voor de uitleg, wederom voor de presentatie. Dank voor de deelnemer, dames en heren. En heel veel succes, eet smakelijk en tot de volgende keer. Dag. Ja, fijne dag. Fijne dag. Dag.